Goedenavond. Goedenavond. Heb ik geluid? Oké. Welkom, welkom allemaal in een mooie volle rode hoed op deze mooie maandagavond, laatste dag van september. We hebben een mooi programma voor u vanavond. Mijn naam is Alberto Opoku, ik ben gespreksleider voor vanavond. Een aantal ontzettend boeiende sprekers. We beginnen met... we beginnen gewoon in Amsterdam met UvA, Universiteit van Amsterdam, docent. En gaan daarna, die zal het vooral hebben over het publieke domein. Algoritmes, data, privacy in het publieke domein. Daarna gaan we naar het bedrijfsleven. Daarna gaan we skypen met een associate professor African American Studies van Princeton University. Via Skype, want zij zit nu in Amerika. Net lunchtijd geweest daar. Vervolgens hebben we een korte pauze. En pakken we daarna verder met politiek. Wat gaat de politiek ons brengen? Wat kunnen we van de politiek verwachten? Als het gaat om onze data, onze privacy, algoritmes. Hoe we die toepassen in het dagelijks leven. En vooral discriminerende algoritmen. Nou, dat is meteen het thema van de avond, discriminerende algoritmen. Even een kleine peiling in de zaal, dames en heren. Wie werkt in het dagelijks leven met algoritmen? Oh, dat zijn al heel wat. Kijk eens aan. Wie weet er helemaal niets vanaf? U mag best. Ik ook hoor, tot vanavond. Oké. Eén korte huishoudelijke mededeling. U mag uw telefoon gewoon aanhouden, vind ik helemaal niet erg. U mag hem zelfs met geluid aan laten staan. Maar als die afgaat, moeten we hem wel opnemen. En op speaker zetten, zodat we allemaal kunnen meeluisteren. Heeft u daar geen zin in, dan kunt u hem beter toch even uitzetten. We gaan een beetje free format doen. Ik vraag de heren, het zijn helaas wel mannen, aan het begin van het programma. We sluiten af met een dame. Ik vraag ze straks één voor één op podium. U kunt gewoon meedoen, dames en heren. Heeft u een vraag of wilt u een bijdrage? Geeft u even een seintje, dan loop ik naar u toe. Of een van mijn collega's komt met een microfoon naar u toe. Voor de mensen boven op het balkon hebben we helaas geen microfoons. Dus als u iets wilt vragen of iets wilt meegeven, kunt u het beste even naar beneden lopen. Krijgt u vanzelf hier of mijzelf of een van mijn collega's een microfoon. Discriminerende algoritmes. Ik wil mijn eerste gast alvast even naar boven roepen. Senay Gebreab, neuroinformaticus aan de Universiteit van Amsterdam. Hoofd sociale wetenschappen van de Amsterdam University College. Visiting fellow diversiteit en inclusie aan de VU, Vrije Universiteit in Amsterdam. En sinds kort ook nog hoofddirecteur van het Civic Artificial Intelligence Lab in Amsterdam. Senay. Ik... Naast je? Ja hoor, hiernaast. Dank jullie wel. Neuroinformaticus, wat doe je eigenlijk? Als neuroinformaticus? Ja, als neuroinformaticus. Neuroinformaticus is eigenlijk de titel die is een beetje blijven hangen van de activiteiten die ik 5 tot 15 jaar geleden heb gedaan. Als neuroinformaticus heb ik geprobeerd om in kaart te brengen hoe het visueel systeem in de hersenen werkt. Dus hoe zien wij? Welke informatie verwerken wij als mens? Mm-hmm. En hoe zien computers? En kunnen we modellen maken met computers die ons beter kunnen laten begrijpen hoe onze hersenen werken? Dus dat is het gedeelte neuroinformatica. Het neurale systeem proberen te modelleren met computermodellen. En hoe ben je daarin verzeild geraakt? Dat is een lang verhaal. Ik zal het heel kort even... Yeah. Ik wilde altijd medicijnen studeren. Vanaf mijn 5e levensjaar wist ik... Ik wil arts worden, ik wil mensen helpen. En rond mijn 17,5 net, voordat ik een keuze moest maken... welke studie ik moest gaan doen... kocht mijn vader een computer. En ik was op de een of andere manier... Ja, onder de indruk. Wat is het? Wat kan het?
En blijkbaar heb ik toen aangevoeld, nou, dit gaat iets groots worden. Dit gaat de toekomst worden. Dus ik heb last moment een keuze gemaakt om informatiesystemen te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Technische informatiesystemen, dat is een voorloper van de studie AI. Na 2 jaar dacht ik, leuk, zo'n studie, maar het is wel technisch en ik wil iets met mensen doen, ik wil mensen helpen. Dus ik ben tijdens mijn studie me gaan oriënteren op medische informatica. Na mijn afstuderen ben ik gaan promoveren op medische beeldverwerking. Om met computers na te bootsen hoe een radioloog heel snel abnormaliteiten ontdekt in hele grote medische datasets. Van daaruit ben ik me gaan richten op, in plaats van te modelleren hoe een gespecialiseerde brein als dat van een radioloog, de gemiddelde brein werkt. Wij als gemiddelde burgers maken wij ook gebruik van patroonherkenning zoals een radioloog dat doet. Dus ik ben toen richting de neuroinformatica gegaan en van daaruit ben ik weer richting de sociale wetenschappen. Ja, en sinds kort dus het Civic AI Lab. Ja. Wat is dat voor een laboratorium? Het is een lab in oprichting en het idee erachter is dat het een lab wordt bij het nieuwe Nationaal Innovatiecentrum voor AI. Daar zijn een aantal labs en die labs, het centrum is een ecosysteem van labs waarin privaat-publieke samenwerkingen plaatsvinden op het gebied van AI. Waarbij partners, private partners, maatschappelijke partners, commerciële partners met vragen komen, dat zijn de probleemeigenaren. Mm-hmm. Met data komen en samenwerken met wetenschappers, met kennisinstellingen om vraagstukken met behulp van AI op te lossen. Mm-hmm. En het centrum heeft nu 9 grote labs met partners als Ahold Delhaize, ING Bank, Nationale Politie heeft er ook een lab. Dat zijn voornamelijk labs met industriële partners. En ik wil me juist gaan richten op labs. AI-labs die zich bezig, of een lab gericht op maatschappelijke vraagstellingen. Dus vandaar het Civic AI Lab. Ja. Ja. Nou, je zag net in de peiling dat een heleboel mensen hier in de zaal al wel bekend zijn met het terrein, met algoritmen, met data, privacy enzovoort. Dus voor de mensen die daar niet zo bekend mee zijn, even heel snel en kort, waar hebben we het over als we het hebben over algoritmen? Laat ik beginnen met wat is AI? Ik definieer AI als volgt. AI houdt zich bezig met het leren van vaardigheden aan computers die normaal gesproken toegeschreven worden aan mensen. AI, als in artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Ja, dankjewel. Mooie jurk trouwens. Was ik vergeten te zeggen aan het begin. Dus het houdt zich bezig met het leren van computers, vaardigheden die we normaal gesproken toekennen aan mensen. Dus zien, verwerken, redeneren, interacteren, et cetera. En binnen AI heb je verschillende stromingen, meerdere technieken, waarvan het meest bekende toch wel machine learning. En machine learning omvat algoritmes die op basis van data bepaalde patronen, bepaalde regels leren waarmee een computer bepaalde taken kan uitvoeren. Noem eens even een heel concreet voorbeeld in het dagelijks leven. Machine learning. Vanuit mijn vroegere vakgebied computer vision. Stel voor je hebt hele grote datasets, plaatjes, die je zo van het internet plukt. En je, een algoritme kan je dan trainen op die plaatjes. Kan je de opdracht geven om te leren wat nou een object is. Of stel voor dat je taak hebt, ontdek mensen in plaatjes. Dat is de taak. En je geeft een computer miljoenen plaatjes van die je van het internet plukt. Allerlei mensen. En dan leert een algoritme automatisch, dus zonder menselijke interventie, regels opstellen om met behulp van die regels mensen te detecteren. Of als een taak is, auto's detecteren. Ja, oké. En hoe vallen, je zegt, dat doen machines die doen dat dus aan de hand van algoritmes. Dat zijn dan programma's? Of, algoritmes zou je kunnen zien als een reeks van stappen, van te ondernemen stappen, berekenbare stappen, die een machine kan uitvoeren. En voor de
historische context. Het woord algoritme stamt af van Al-Khwarizmi, dat is een Persische wetenschapper, astronoom, ook wel bekend als de vader van de algebra, die in de buurt van Khwarizmi leefde rond de 8e, 9e eeuw na Christus. Mm-hmm. Dus die was bezig met op basis van regels, van wiskundige regels, algebraïs, bepaalde taken maken, bepaalde recepten maken om dingen stapsgewijs te kunnen berekenen. Ja. Dat is een algoritme. Mm-hmm. En hoe zijn we dan gekomen tot discriminerende algoritmes? We hebben het over machine learning. Je haalt foto's van het net en geeft die in en daar rolt dan vanzelf een automatische herkenning uit of niet. En hoe eindig je dan vandaar naar het thema van vanavond, discriminerende algoritmen? Er zijn verschillende bronnen van discriminatie in algoritmes. De meest waarschijnlijke is de data. Een algoritme heeft inputdata nodig. Het is op basis van inputdata dat een algoritme bepaalde objecten leert kennen, bepaalde concepten leert kennen, bepaalde processen leert kennen. Dus heel veel is afhankelijk van de data. Mm-hmm. Als de data biased is, in de zin van dat vertekend. Er vertekend, niet representatief is. Nee. Stel voor het voorbeeld van het herkennen van mensen. Als je een algoritme alleen maar plaatjes van mannen voedt, dan leert het vooral mannen herkennen. Dan heeft het moeite met het herkennen van vrouwen. Of als je een algoritme alleen maar plaatjes voedt van blanke mensen, dan leert het vooral blanke mensen kennen. Dus het is de data en ongelijkheid, bias in de data, kan resulteren in een algoritme dat alleen maar een bepaald concept of een herkent. En zit daar, zou je zeggen, een zekere opzet achter? Of is het gewoon dom toeval? Voor het allergrootste deel is het dom toeval. Na toeval ook weer niet in de zin van, als wij data collecteren en we doen het in teams van verschillende mensen, mannen, vrouwen, et cetera, dan ben je in staat om gaten, om niet representatieve delen in je data te detecteren. Vaak is het een bepaalde groep mensen die de data collecteert, waardoor er een bepaalde vertekening komt in de dataset. Dat is niet bewust, dat is onbewust, dat komt door de mensen die het verzamelen. Als dat niet representatief is voor de gemiddelde Nederlander, dan zal de data ook hoogstwaarschijnlijk niet representatief zijn. Dus vaak is het onbedoeld door een bias in de data. Het kan ook een bias zijn in de sampling. Stel voor dat je een algoritme wilt maken om ouderen te helpen en je gebruikt sensordata of data op social media, dan kan het zijn dat je niet de juiste representatieve data collecteert. Dus ook een soort collection bias. En een heel klein deel is er ook wel intentional bias, heet het. Een bekend voorbeeld is digital redlining. Redlining is een term dat uit Amerika komt. Dat was een legal practice in de jaren 20 en 30. Waarbij mappen, geografische mappen, met rood gebieden werden aangegeven. Waarbij voornamelijk arme, zwarte mensen leefden, die dan geen lening zouden krijgen. Mm-hmm. Ja, daarbij is er een bewuste geografische vertekening gemaakt. En dat zou je wel kunnen. Discriminerende algoritme avant la lettre. Ja. Mm-hmm. Ja. Okay. Dus er zijn verschillende degradaties, maar het overgrote deel is onbewust, onbedoeld vertekening van de data, waardoor algoritmes ook biased worden. Heb jij daar in je eigen leven, je eigen werkend leven, wel eens last van gehad? Heb je dat aan de lijve ondervonden? Nou ja, op verschillende manieren. Ik zelf heb ook algoritmes ontwikkeld vroeger. Onder andere ook voor gezichtherkenning. Ook in de medische context medische datasets gebruikt om de radioloog te helpen bepaalde diagnoses te stellen. Waren die ook discriminerend? Dat weet ik niet, maar terugkijkend bestaat er een kans dat het discriminerend was. Want op dat moment ben je als informaticus, AI-persoon bezig met
met een oplossing technisch te maken. Je bent niet bezig met de sociale consequenties van zo'n algoritme. Nee. En dus ook niet bewust bezig met, is dit een representatief deel van de bevolking? Dus in die zin heb ik, net als vele anderen, ook bijgedragen, niet bewust, maar onbewust, potentieel aan ongelijkheden. Zelf ook wel in een situatie gezeten waarbij ik ontvanger ben geweest van bias. Toen ik niet echt herkend werd door een draaideur. Een draaideur. Okay, ja, mensen beginnen te lachen. Sommige mensen kennen het verhaal. Kan je hem even kort toelichten? Het draaideurincident? Het draaideurincident was een incident waarbij er ergens een draaideur was die reageerde op sensordata. Dus, die wel voor mijn collega's draaide, maar niet voor mij. Een aantal keren gebeurd. Dat heeft mij getriggerd om na te denken over wat zit hierachter. Mm-hmm. En het toeval wilde dat ik op dit onderwerp was gepromoveerd. Dus bij mij kwamen de vragen al heel snel op. is dit een geval van biased object, biased draaideur? Zijn er ook, het is heel vervelend hoor, wat je net vertelt van die draaideur, maar zijn er ook situaties waarin zo'n bias wel positief uitpakt? Nou, ik zie dit eigenlijk wel als een positief voorbeeld. Dat je niet herkend werd door de deur in je eigen werk, oké. Okay. Ja, ik heb het niet als heel negatief of oncomfortabel ervaren. Ik heb het ervaren als iets wat mij triggerde. Om na te denken over, zit hier misschien bias in vanwege de data? En zo ja, waar komt de bias vandaan? Is dat omdat er een niet diverse groep van mensen de data heeft gecollecteerd waarop het algoritme is getraind? Mm-hmm. Voor mij was dit, zoals ook vele andere algoritmes die discrimineren of ongelijkheid bevorderen, zijn dat, hoe fout ze ook zijn, het is een beetje een reflectie van wat wij mensen doen. Dus ik zie het meer als een spiegel van datgene wat wij als mensen fout doen, en niet als een object dat mij discrimineert. Mm-hmm. Algoritmes, er zijn ontzettend veel positieve, goede voorbeelden van toepassingen. Noem er eens een paar. Ik denk dat in het vakgebied waar ik vandaan kom, medische beeldverwerking, er enorm veel vooruitgang is geboekt door het toepassen van algoritmes. Mm-hmm. Het veel beter herkennen van abnormaliteiten in medische beelden, noem maar op. Ja. Als wij interacteren, als ik nu op het internet ga, ik kan met behulp van machine translation heel makkelijk volgen wat iemand in een andere taal ergens nu op Facebook of wat dan ook schrijft. Mm-hmm. Dat zijn ontzettend positieve voorbeelden van algoritme. Dus dat staat. En ik ben ook voor AI en voor het doorontwikkelen van AI. Maar op een manier waarop we heel sociaal en heel ethisch en omgaan met de ontwikkeling van AI. Ja, en dat laatste lijkt de laatste jaren best wel urgent geworden hier in Nederland. Is dat omdat we nu pas ontdekken dat AI een gegeven is? Of is dat, waar komt dat vandaan? Waar komt die urgentie vandaan? We hebben het hier met z'n allen ook weer over vanavond. Ja, nou, doen wij mee aan AI, een hype? Of, het is AI bestaat al heel lang, het is niet nieuw. Ik ben er zelf sinds 92 mee bezig. Het ontwikkelen van algoritmes. Dus dat is niet AI aan zich. Dat is een eeuwigheid, hè, in technologie termen. Niet dat jij zo oud bent, hoor. Maar. Het bestaat al heel lang. Alleen nu wordt het mainstream, omdat algoritmes onderdeel worden van objecten. Zoals een draaideur, een koelkast, een tv, een zelfrijdende auto. AI wordt gebruikt in dienstverlening, in andere producten. AI wordt gebruikt om beleid te maken bij gemeentes of bij overheid. Dus het komt overal terecht. En nu krijgen heel veel mensen ermee te maken. En ook met de uitwassen van AI. Daarom denk ik dat de aandacht voor AI en de zorgen rondom AI nu mm-hmm. naar boven komen. Ja. Is dat vanwege een bewustwording, een algemene bewustwording, of is het meer een soort angst? Waar komt dat vandaan?
Die aandacht, die toegenomen aandacht voor artificial intelligence. Men wordt ermee geconfronteerd, waar je ook komt. Je bent er de hele tijd mee bezig. Je mobieltje, als je hierheen komt met je TomTom of wat dan ook. Dat is allemaal AI. En mensen snappen heel langzaam dat AI niet automatisering is. Of dat AI niet een robot is die ergens wat doet. Ik dacht heel lang aan drones en inderdaad robots. Ja. Als je het had over kunstmatige intelligentie. Ja nee, maar dat is het dus niet. En om een voorbeeld te geven, Binnenlandse Zaken heeft een onderzoek laten uitvoeren waarin ze mensen hebben gevraagd, burgers, wat vinden jullie van AI? En ze hebben een onderscheid gemaakt tussen mensen die weinig afwisten van AI en mensen die ze informeerden over AI door, ik geloof, 2 minuten video's. De mensen die niet geïnformeerd waren, die zagen AI vooral als iets wat met automatisering te maken heeft, met robotisering, dus een bedreiging voor mij, want hierdoor ben ik straks mijn baan kwijt. Het doemdenken. De mensen die iets meer geïnformeerd waren over AI, die begonnen zich af te vragen, oké, als dit AI is, hoe gaat AI ons maatschappij beïnvloeden? Mm-hmm. Hoe kunnen we daar in beweging brengen? Hoe kunnen we daarin participeren? Maar ook zorgen over discriminatie en uitsluiting. Dus een klein beetje meer informatie over wat AI is, brengt opeens hele andere vragen naar voren. Mm-hmm. En doet dat ook iets met ons verantwoordelijkheidsgevoel? Merk jij dat in je dagelijks werk bijvoorbeeld? Dat mensen ineens anders gaan kijken naar hoe ze met hun data omgaan of wanneer ze gegevens delen? Merk je daar iets van? Weinig. Als het gaat om data en datagebruik. Veel overheidsdiensten. Ik vraag het omdat jij werkt veel met overheden en civic organisaties. Veel overheidsdiensten digitaliseren in rap tempo. Tegenwoordig is alles bijna online te regelen. En wordt dus ook geacht dat je allerlei informatie deelt. Gewoon of via je telefoon of via je laptop of whatever. Merk je daar dat mensen, naarmate AI bekender wordt, dat mensen daar anders in gaan staan? Op delen wel, maar in het algemeen denk ik dat er nog veel meer bewustwording kan komen. Ik denk dat de discussie rondom AI beperkte in zich in eerste instantie op de data en met name privacy. Ja, dat heeft heel lang de discussie gehijacked, vind ik. Vervolgens komt er nu een fase waarin de aandacht uitgaat naar, oké, wat zijn algoritmes? Ze moeten transparant zijn, ze moeten verantwoord zijn. Daar is nu een grote focus op. En tegelijkertijd zie je nu ook ontwikkelingen ontstaan waarbij aandacht vooral uitgaat naar accountability. Dus niet de algoritmes, maar de toepassing van algoritmes en accountability. Accountability van de organisaties van die daarmee werken. Ja, dus als een overheid AI gebruikt, moet het kunnen verantwoorden. De beslissingen die genomen zijn, of de schade die opgelopen is, et cetera. Dat zijn hele langzame ontwikkelingen die er aan zitten te komen. Maar ik denk dat het belangrijk is om het recht op privacy, maar ook het recht op vrijheid, het recht op gelijke behandeling. Deze dingen moet je allemaal samen nemen en niet gefaseerd aandacht voor data en privacy, algoritmes en transparency. Dat is ook allemaal belangrijk, maar er zijn vanuit de burgerperspectief deze fundamentele burgerrechten, die moeten gewaarborgd worden. Ja, maar goed, mij zeggen data, privacy zeggen mij meer dan algoritmen. Dus is het voor mij logisch dat ik als burger mij bezighoud met, waar deel ik mijn data? Waar deel ik mijn gegevens? En in hoeverre is mijn privacy geborgd of niet? En algoritmen, dat zal wel. Ja, dat begrijp ik. En daarom is het zo essentieel dat er onderwijs wordt gegeven aan jonge kinderen, middelbare schoolleerlingen, maar ook aan de gemiddelde burger. En er zijn ook cursussen die toegankelijk zijn, zoals de Nationale AI-cursus. Die nu toegankelijk is. Koningin Maxima onlangs. Die heeft de junior version ervan geopend. Mm-hmm. Daarvoor was er de AI, niet senior, maar die komt er misschien ook nog. De gewone AI. De gewone AI. Maar dat is er. En in Finland hebben ze dat een aantal jaren geleden al gedaan. En
op die manier kan je meer en meer burgers informeren over wat AI is. En dan komen hopelijk ook de vragen rondom niet alleen maar privacy, maar discriminatie, veiligheid, vrijheid, et cetera. Oké. Okay. We gaan het straks hebben over wat mensen, hè, zoals ik, die weinig met algoritme enzovoort, die er weinig van af weten, wat we kunnen doen om te helpen of te voorkomen dat die algoritmen discrimineren. Maar eerst wil ik Walter Diele ook even uitnodigen op het podium. Walter is voormalig consultant bij Deloitte. Goedenavond. Voormalig director innovation op het gebied van kunstmatige intelligentie bij Deloitte. Je bent tegenwoordig zelfstandige. Ja. Je adviseert veel financiële organisaties, veel fintechs en banken, over de toepassingen van intelligentie en in het bijzonder kunstmatige intelligentie. Ja. Wat zijn jouw persoonlijke ervaringen met algoritmen? Ik ga je niet vragen of ze jou discrimineren, want Wit man. Ja, sorry, ik ben een witte, blanke oude man, sorry. Ja. Ik kan er niks aan doen. Ja, echt heel oud hoor. Jouw woorden. Ja, mijn woorden. Nou, wat ik veel merk als ik het met mensen over kunstmatige intelligentie heb, is dat ik heb twee kinderen en als die opgroeien krijgen ze steeds meer features. Ze kunnen steeds meer. En dat hele concept intelligentie, dat is niet zo eendimensionaal. Eerst leren ze kruipen en dan zitten, of andersom, eerst zitten dan, en dan staan. En alle bewegingsdingen en ze leren dingen herkennen. Dus die hele wereld van perceptie en beweging, dat zijn van de eerste dingen die ze kunnen. En dan later leren ze praten, de hele wereld van de tekst en dan de wereld van de logica. En ja, sommige dingen leren ze nooit, heb ik wel eens het idee, maar... Je hebt ook dingen zoals ethisch kompas en empathie en creativiteit. En dat zijn allemaal aspecten van intelligentie. En als ik het heb over kunstmatige intelligentie met bedrijven, dan merk ik dat allemaal op één hoop gegooid wordt. Terwijl computers in sommige vormen van intelligentie al heel ver zijn. Ik heb bijvoorbeeld een USB-stick, die kan beter onthouden dan wij allemaal samen. Terwijl mijn zoon heeft pi op 100 decimalen achter de komma geleerd. Dan denk je, nou, dat is intelligent. Als je pi met 100 decimalen kent, vind je het knap. Maar als een USB-stick 1000 decimalen weet te herinneren, dan is dat makkelijk. Dat, hè? Dus dat hele van de robots nemen de wereld over. En wanneer zijn computers nou slimmer dan de mens? Dat is een veel te eendimensionale discussie. Want in sommige gebieden zijn computers echt super slecht en gaat de komende 20, 30, 40 jaar ook niks worden. Welke gebieden heb je het dan over? Nou, met name moral judgment en empathie en creativiteit. Dus daar waar je eigenlijk moraliteit nodig hebt om beslissingen te nemen. Ja, daar zijn mensen echt super, super, super veel beter in. Als je een computer vraagt... Noem eens even een concreet voorbeeld van zo'n situatie waarin een mens beter is dan een computer of een programma. Nou, om bijvoorbeeld geïnteresseerd te zijn in iemand van hoe gaat het met je? En dan een gesprek te voeren en kunnen terugpakken naar wat je 5 minuten geleden gezegd hebt. En van ja, maar je zegt wel dat je zoveel nieuwe dingen wil doen, maar je gaat er niet op uit om mensen te ontmoeten. Dat soort dingen. Dus een gesprek kunnen volgen, ging niet over jou hoor, maar een gesprek kunnen voeren en die concepten aan elkaar kunnen relateren. Daar zijn mensen echt heel veel beter in dan computers. Al die spraakcomputers, die pratende robots, dat is fake. Dat is nep, dat is niet echt. Pardon, dat is fake? Ja, dat bestaat niet. Siri is fake? Nou, Alexa? Ja, nee, maar dat, ik zal het je laten zien. We hebben het niet gedingen, maar ik zal een voorbeeld geven van wat ik bedoel met fake. Want sommige dingen kan het wel, maar ik had hem uitgedaan omdat je ging dreigen. Oh. Maar ik zal het even voelen. Kijk, want de systematiek achter Siri is... Ja. Kijk, een geluidsgolf omzetten in woorden, met een beetje wiskunde, leuke Fourier-transformatie voor de nerds. Ja. Dat is niet zo moeilijk. En dan kan je die geluidsgolven omzetten in klanken. En een paar van die klanken dan samen zijn lettergrepen. Dan heb je een paar lettergrepen, dan heb je woorden. Dus geluidsgolven omzetten in woorden, dat is...
dat is prima te doen, maar dat wil nog niet zeggen dat je snapt wat er gezegd wordt. He, dus banaan omzetten in een B en dan ergens op een N eindigen, dat wil niet zeggen dat je weet dat je het kan eten en dat het een alternatief kan zijn voor een appel en dat soort dingen. Dus al dat soort dingen wat je weet van concepten, verbanden leggen, dat zit er niet in. Dus laat ik toch even proberen of ik het aan de praat krijg. Duurt even. Wat ga je nou doen? Jij begon over Siri. Ga jij ook dreigen? Jij begon over Siri, dus ik ga je Siri voorbeeldje laten horen. Ja. What's the biggest... Oh, for Siri not available. We moeten eerst dekking hebben. zo kunstmatig intelligent is het. Kijk, zo fake zijn ze dus. Ja, komt-ie. Nog een keer. What's the biggest city in the world? The biggest city by city population is Shanghai. China is about 24.2 million people. Kon je dat horen? Ja? Best wel knap, hè? De grootste stad in de wereld is Shanghai. Nog een keer. Yeah. What's the biggest city in Europe? I found this on the web. I found this on the web is Syrisch voor ik heb geen idee wat je vroeg. terwijl die vragen voor ons zijn die vragen ongeveer even moeilijk. Je zou zelfs zeggen, grootste stad in Europa is makkelijker dan grootste stad in de wereld. Maar hoe komt dat? Omdat de manier waarop Siri het oplost fundamenteel anders is dan waarop mensen zo'n probleem oplossen. Want Siri die zet die geluidsgolven om in een paar woorden en kijkt dan een hele grote database met antwoorden. En als grootste stad wereld, er is een één antwoord dat zegt grootste stad wereld, is daarmee getagd en je krijgt die zin voorgelezen. Geen idee wat die zegt, maar je krijgt die zin voorgelezen. En grootste stad Europa... Maar dat kan je dan toch ook doen met grootste stad Europa? Dat kan wel, maar dan moet je dat antwoord weer toevoegen aan de database. En het aantal mogelijke antwoorden is veel groter dan het aantal atomen in het universum. Mijn dochter zat een keer achter in de auto en die zei, pap, prinsessen lusten geen geroerde zee meer minnen. Ik denk dat is de allereerste keer dat deze zin op deze aardkloot is uitgesproken. En die had ook vast nooit voorgekomen in een antwoorden-database. Maar het feit dat jullie die zin kunnen snappen, betekent dat jullie fundamenteel anders zo'n taal begrijpen dan keywords mappen aan een lijst met antwoorden. En concepten snappen en hoe die aan elkaar relateren, die semantiek, dat zit er niet in. En dat is waar mensen supergoed in zijn. Dus alles waar taalbegrip nodig is, zou ik voorlopig geen computers voor gebruiken. Nee. Ik ben een paar jaar geleden gevraagd door een groot pensioenfonds of ik een app kon maken om geautomatiseerd pensioenadvies te geven. Voice interactie. Nou, ik heb ze net zo hard uitgelachen als jullie nu. Dat is echt. Het is al knap als je een treinkaartje naar Utrecht kan doen met voice. Laat staan pensioenadvies. Dus, maar die hele wereld van taal, daar moet je eigenlijk niet aan beginnen. Tenminste niet het begrijpen van taal als bedrijf. Op die manier worden wel vragenlijsten steeds vaker gebruikt in het bedrijfsleven. Er zijn heel veel bedrijven die aan de hand van een aantal voorgeselecteerde vragenlijsten je kunnen toeleiden naar een bepaald besluit of een bepaald product of een bepaalde dienst. Ja, maar dat is hetzelfde als 10 jaar geleden of 20 jaar geleden belt u voor een hypotheek. Toets 1, belt u voor een persoonlijke lening, toets 2. Het is niet bedoeld voor de gebruiker om het makkelijk te maken. Het is bedoeld om minder mensen in het callcenter te hebben om uiteindelijk de antwoorden te geven. Ja, dus er zit geen semantisch begrip in dat soort dingen. Maar goed, dus dat is de wereld van de taal, dat moet je niet doen. En wat je wel moet doen, waar de computers, waar de algoritmes al heel goed in staat zijn om wel ons heel erg te helpen, dat is aan de cognitieve kant. En met name categoriseringsproblemen, waar je veel voorbeelden hebt. Zoals Senja zei, algoritmes worden getraind met voorbeelden uit het verleden. Want soms krijg ik de vraag, kan je niet beter modellen trainen met toekomstige data? Ja, als je de lottocijfers van volgende week geeft, dan maak ik een tabel voor een model voor je met toekomstige data. Je traint het op historische data en daar, als je maar genoeg voorbeelden hebt, dit is een hond, dit is een kat, dit was fraude, dit is geen fraude, deze klant hebben we terecht geaccepteerd en deze niet. Mm-hmm. Als je maar genoeg voorbeelden hebt, dan kan het algoritme de beste logica vinden om ook dat onderscheid te maken. En er zijn een heleboel praktische probleempjes die bedrijven hebben. Bijvoorbeeld, help nu bij een klusje waarbij 20 miljoen pagina's geclassificeerd moeten worden over wat staat hier eigenlijk. Is het een scan van een paspoort of van een rijbewijs of van een verblijfsvergunning of is het een offerte of een contract of dat soort dingen. Dat soort classificatie, in welk bakje moet ik het gooien?
daar zijn algoritmes prima in. Je traint het met wat voorbeelden en vervolgens laat je het los en je hebt 20 miljoen pagina's geclassificeerd in waar, mm-hmm. waar gaat het over. Ja, ja. Het is best wel geruststellend eigenlijk wat je zegt, want we hoeven niet bang te zijn dat machines slimmer worden dan wij. Of is op een heleboel gebieden zijn machines al heel veel slimmer, daar zijn we compleet oké mee. Ik weet niet of jij wel eens met de hand de kortste route tussen van hier tot München berekend hebt en hoe je dat dan zou moeten doen. Of, wat nooit aangevraagd. Nee, nee. Maar ik vertrouw compleet op mijn harde schijf om alles te onthouden wat ik nodig heb. Ja, maar je zit net uit te leggen hoe dom die apparaten zijn. Dus dan denk ik, maar daar hoef ik de boodschap is dat je moet kijken welke vormen van de intelligentie mensen juist heel erg goed in zijn. En welke vormen van de intelligentie computers heel geschikt voor zijn. En juist die dingen waar computers qua structuur van de hersenen gewoon niet goed in zijn. Wij zijn geëvolueerd als mens om chocola te maken van veel te veel informatie of veel te weinig informatie. We vinden patronen in dingen die er nauwelijks zijn. We kunnen in split second beslissingen nemen op basis van hele crappy informatie en toch kunnen we daar snel ons weg mee mm-hmm. vinden. Ja. Wij zijn niet zo gebouwd als computers. Dus zijn er gebieden waar computers gewoon van nature heel veel beter in zijn. Mm-hmm. Ook die klassificatiemodellen die ik bouw met de bedrijven die ik help, die zijn ook gewoon, die presteren beter dan wanneer je 500 studenten een maand in een gymzaal zet en ze allemaal een stapel geeft. Want die maken ook fouten. Ja. Ja. Kun je nog toepassingen, heel concrete toepassingen geven, waarin, los van de drones en de robots, want goed, dat mijn terrein, zeg maar. Mm-hmm. Maar het betere algoritmeterrein, waarin algoritmen wel werken voor het bedrijfsleven. Zodat ik als consument, of de mensen in de zaal als consumenten, daar wel wat aan hebben. Mm-hmm. Zonder discriminatie. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld, de klus die ik nu doe is bij een bank en je wil een klant zo goed mogelijk service. En als ik zelf als consument mijn bank zou bellen en ik zeg, kan ik 10.000 euro van jullie lenen? Dan wil ik eigenlijk dat ze direct zeggen, tuurlijk Walter, naar welk rekeningnummer mag ik het overmaken? Omdat ik eigenlijk vind dat ze mij zo goed moeten kennen dat ik wel oké ben voor 10.000 euro en dat ze me dat gaan lenen. Dat ik niet salarisstrookjes van de afgelopen 10 jaar moet opsturen om hard te maken dat het wel goed zal komen. En een bank weet ook heel veel van je. Die heeft alle transactiegeschiedenis van heel lang. Precies alle inkomsten en uitgaven, die data is er op zich. Dus als je nou toestemming geeft aan een financiële instelling, of nou een verzekeraar of een bank is, van nou, je mag mijn gegevens gebruiken om geautomatiseerd een beslissing te nemen, dan kan je met een druk op de knop zo'n lening of zo'n hypotheek goedkeuren, omdat als je het patroon herkent van nou, zo doe jij je financiën, jij bent oké voor dit bedrag aan hypotheek, die kan je geautomatiseerd goedgekeurd krijgen. En dat is voor een consument heel erg prettig. Mm-hmm. Ja, en laten we dan kijken naar hoe algoritmen goed werken in bedrijven. Mm-hmm. We hadden een paar dagen geleden, hadden we in het voorgesprek, noemde jij het voorbeeld van dat je algoritmen niet alleen in de handen van IT'ers moet laten, maar dat je die moet borgen in de top eigenlijk van een organisatie. Ja, absoluut. Waarom is dat? Nou, omdat... Want die top die bestaat toch ook uit alleen maar witte mannen? Ja, gelukkig steeds minder. Maar zelfs witte mannen zouden op zich wel verstandig kunnen zijn, hoor. Ik snap wel dat je eigenlijk veel meer vrouwen... We moeten echt heel veel meer vrouwen in de top hebben. En die zijn er echt. Iedereen die zegt, maar er waren geen goede vrouwen, die moet je gewoon direct ontslaan. Die zijn er echt. Dan ben ik helemaal te vragen. Het zijn de nerds, het zijn de IT'ers. Ja, die gaan over data, die gaan over privacy, die gaan over algoritme. Maar jij zegt, ja, je moet niet alleen hun daarover laten gaan. Nee, want... Maar kijk, we zitten hier, gelukkig waren niet allemaal nerds hier, gelukkig ook normale mensen. En dat betekent al dat AI is ook iets van ons allemaal. Het is een stuk gereedschap, het is net als elektriciteit of het internet. We kunnen er allemaal wat mee op onze eigen manier. Ik weet ook niet wat er gebeurt als ik een stekker in een stopcontact stop en de tv gaat aan.
Ja, ik weet dat het werkt en dat is voor mij voldoende. Dat is ook het niveau waarop ik het moet snappen. Dat is ook voor AI zo. En ook juristen en bestuurders, die moeten vanuit hun expertise genoeg weten van het onderwerp. Die hoeven echt geen modellen te gaan maken, maar die moeten wel genoeg weten waar de gevaren zitten. En als we het hebben over discriminerende algoritmes, wat ik het vaakste fout zie gaan, is dat je bouwt een model op data die je hebt. En dan doet het dat. En dan denk je, ja, dit is een fantastisch model. En dan ga je dat model gebruiken in een andere situatie. Ik doe vaak workshops en dan laat ik ze spelen met Lego. En dan hebben ze alleen maar standaard Duplo blokken. En dan bouwen ze een model mee. Dan zeg ik, nou, dit is ons Nederlandse model. En nu gaan we dit model, want in Duitsland willen we ditzelfde model ook gebruiken. Gaan we dit model nu in Duitsland toepassen? En ze zeggen, nou, prima, gaan we ook doen. En dan geef ik ze Duitse data. En dat is dan ook Duplo, maar hele andere vormen. Dus wat ze net aan model gebouwd hebben, van nou op kleur en op vorm en dat soort dingen, past dan helemaal niet op die data. En dan wordt het direct duidelijk dat als je een model traint op dit soort data, en je neemt dat model mee naar een andere situatie, een ander land of een jaar later, of een andere context, en de mensen of de data die je vervolgens dat model voedt, lijkt niet genoeg op waar je het op getraind hebt, ja, dan doet het model het dus niet. En precies wat Senja zegt, als je het model traint op blanke mensen, dan doet het het natuurlijk niet op donkere mensen. Als je, zoals Volvo, die heeft een zelfrijdende auto gemaakt en die had het model getraind op het herkennen van auto's en voetgangers en fietsers. En omdat het Volvo is, ook op moes, hoe heet die dingen? Elanden, dankjewel. Ja. En dat deed het goed, dus dat stopte als er een eland overstak. En toen gingen ze die auto exporteren naar Australië en die herkenden de kangaroes niet. En daar kwamen aanrijdingen van. En dat was niet omdat die kangaroes nou gediscrimineerd moesten worden of zo, omdat iemand daar iets had tegen kangaroes. Nee, in die trainingsset van wat moet je herkennen, zaten gewoon geen kangaroes. En dan moet je dus, en dat is dus een kans, helemaal mee eens, je merkt dat, oh wacht even, model getraind op andere data dan waar we het nu gaan toepassen. We moeten die dataset waar we de patronen uit herkennen, weer uitbreiden, zodat ook kangaroes herkend kunnen worden. Ik ben het helemaal eens met Senja, die modellen die discrimineren is niet omdat die programmeur evil is, dat is gewoon omdat de data die initieel gebruikt is, ja, niet dekt waar je het allemaal op los wil laten. En dat begint ook vaak vanuit innovatie. En dan ben je als nerd ben je lekker bezig en dan denk je, oh, we hebben een werkend prototype. En dus ben je nog helemaal niet bezig met, werkt dit ook in China? Je hebt gewoon iets wat nu even werkt en dan moet het steeds robuuster worden. En in dat proces van robuuster worden, daar moet je een heleboel andere mensen bij betrekken. En daarom moeten ook juristen en managers er genoeg van snappen om te denken, hey, wacht eens even, dit model heb je hier wel op getraind, maar dat hebben we al 4 jaar zo. Is dat nou hertraind? Is het nog wel valide? Past dat nog wel bij onze huidige klantenset? Dat soort dingen. Ja. Okay. Senja, dank voor de leuke buitenlandse voorbeelden. Mooie brug ook naar onze volgende spreker. Die gaan wij straks via Skype inbellen. Voordat we naar Ruha Benjamin gaan, Senja, wil ik jou even kort vragen. Wat is de relatie tussen Europa, Nederland en de Verenigde Staten als het gaat om algoritmen en discriminerende algoritmen in het algemeen? De relatie. Algoritme. Nou, Amerika, als je het heel grof ziet. Amerika, algoritmen worden vooral door de techbedrijven ontwikkeld. En het zijn de techbedrijven die heel veel daar in beweging brengen. Op een goede en soms verkeerde manier. In Europa is dat veel minder het geval. Hoewel wel de algoritmes van de Googles en de Facebooks overnemen. Hier gaat dat een stuk langzamer, hoewel dat nu ook wel aan het opkomen is. Qua discriminerende algoritmes zijn ze in Amerika al veel verder. Veel verder in discrimineren, maar ook veel verder in de bewustwording over discriminatie. Voilà. En daar kunnen we denk ik wel nog een hoop van leren. Hier. Ik ben zelf bezig met discriminerende algoritmes sinds 2009 in mijn vakken die ik geef.
Ik heb hier heel lang niks gehoord. Het is sinds 2014, 2015 dat er in de media hier en daar iets kwam over een algoritme die discrimineert. In Amerika was dat al veel eerder en ze zijn ook veel verder met het nadenken over hoe lossen we het op. En veel van de oplossingen die je daar ziet is, oké, discriminatie, misschien moeten we diverse groepen, teams van diverse mensen inzetten om bias te voorkomen. En dan heb ik het over diversiteit in termen van professionaliteit, achtergrond, et cetera. Mm-hmm. Zo divers mogelijk. Mm-hmm. Als je ziet wat daar nu aan ontwikkeling gaande is, zijn er ook zorgen. De Google heeft een ethische council geïnstalleerd. Is na 2 jaar opgedoekt. Ethiekraad. Ethiekraad, ja. Na 2 jaar opgedoekt, hoezo? Het wilde niet werken. Ik weet het ook niet. Dit is een techbedrijf. Als voorbeeld heb je Stanford University. Werkt ook al heel lang op AI, een gerenommeerd instituut. Waarvan ze zeggen, nou, we gaan focussen op AI for humanity. Ook een aantal jaren geleden. Mensgerichte algoritmes. Mensgerichte algoritmes. En daarvoor is het belangrijk dat we als instituut diverse groepen in de faculty hebben. Mooi initiatief van een belangrijke universiteit. Mooi initiatief, ja. Maar er zijn ook sinds 2 maanden toch ook wel daar zorgen die gecommuniceerd worden over het feit dat de faculty bestaat van iets van 120 mensen. Voor een groot deel zijn het blanke mannen. De vrouwen daar komen met vragen van waar is de diversiteit? Mensen met een migratieachtergrond stellen dezelfde vragen. Dus de bewustwording op heel veel plekken dat diversiteit een belangrijke rol is, zie je daar ontstaan. Maar ook de hele trage ontwikkelingen om echt werk te maken van diversiteit. Mm-hmm. Terwijl dat in essentie eigenlijk wel een hele simpele oplossing is voor deze technische problemen die we de wereld in helpen. Okay. Ik kijk even naar mijn collega's van de techniek. Zijn we zover om Ruha Benjamin te bellen via Skype? Ah, daar hebben we er. Ruha Benjamin is hoofddocent African American Studies aan Princeton University. Een absoluut expert op het gebied van... Hi, Ruha. Good afternoon, Ruha. Good afternoon. How's everyone? We're very well. Thank you for joining us on the program. I don't know if you can. I don't know if you can see the people in the audience waving. Everybody say hello to Ruha. Ruha is also an expert in algorithmen and in digital ontwikkelingen. Ruha, just very short, because I know that I think it's around lunchtime or something over there. Were you able to catch on with the conversation in Dutch? How good is your Dutch? It's not good at all, so I didn't catch it. Brilliant. Hey, we were just, by way of bridge, discussing the US scene in terms of artificial intelligence. Could you give us a brief, elaboration on the most recent developments in terms of artificial intelligence? Sure, and just before I do, I just want to thank you all for inviting me to participate, all the organizers, everyone behind the scenes, in front of the scenes. It's really an honor to be in conversation with you this evening. And so the question is daunting, to try to summarize the challenges in my entire country, but I will try to synthesize from my own point of view that... Let's start with the most recent developments before we get into the challenges. Yeah. Sure. So AI is being used in every aspect of social life, from employment to finance, policing, healthcare, education, and more. And much of this integration and incorporation is done under the heading or the philosophy of cost savings. It's more efficient. It allows organizations, companies, both public and private, to make decisions much faster. And so a lot of the framing is under the context of efficiency,
speed, and in many cases, also equity. So the justification for incorporating what some still seem to think are more neutral programs and softwares is under the idea that it is more equitable than human decision makers. And so there really is, it's hard to find a sector that is not integrating some aspect of AI, even if AI is more about the branding of a software package than the substance. The allure of AI decision making, automated decision making, is impacting across the board almost every arena of social life. So I'll just give you one concrete example. Please do. When we look at employment and hiring decisions, many of the major organizations and companies, from Hilton to Unilever to the Red Sox to the Atlanta Public School System, are incorporating automated AI-powered hiring algorithms that are promised to be not only faster and more efficient, but also more equitable than our typical hiring personnel. Yeah. And so think about how this works. How do we teach AI to make these judgments? And oftentimes it's based on who already exists, who already works in an organization or a company. So if your organization or company happens to be predominantly white or predominantly male, then we're going to encode this pattern into future decisions. And so let's just say in the Dutch context, if very few people with Arabic surnames works in an organization, you're likely to train the AI to have a bias against Muslim individuals who are applying. And so never mind that these existing patterns are based off of employment discrimination and a host of other practices, the idea is that somehow the software is going to be more objective when it's just encoding this historical pattern into mm-hmm. future decisions. Mm-hmm. Yeah, yeah. Walter here was saying earlier on that we shouldn't even leave more decisions that encompass any type of morality to machines, that we should rather have humans and human beings make decisions that concern morality and ethics. Yeah, and that's a really interesting point. And I think part of the allure, again, of tech-mediated decisions is that people are coming in some way facing the reality that humans often make very poor decisions in terms of bias and discrimination. And so, yeah. Yes, we should leave it to humans, but not humans as is. Even as humans, we need to reevaluate and reflect on what has shaped our own decision-making and how racism, classism, sexism, our own judgments. And so not humans as is, but a more reflective process among our societies. Okay, and what would you say are the main challenges concerning the United States at this moment when it comes to artificial intelligence? Yeah, and so one of the things that's happening as more awareness is growing, there's more news reports. Every day you can find some news report about machine bias, algorithmic discrimination, racist robots. And so this has forced tech companies to respond in various ways. And so one of the main challenges is that tech companies are responding, but whether or not they're responding in a way that the public feels is true, robust accountability is something that we have to continue to question. Many of the major tech companies are, having ethics boards or, trying to give some kind of acknowledgement that the public has grown aware of these issues. Mm-hmm. And I think one of the challenges now is to acknowledge that perhaps is a good development, but it's certainly not enough. And so, we might turn to our governments to have greater accountability. But as you know, my own government is not only not competent. Let's not but go not there. Don't not go there. Trustworthy. And so the very institutions that we might look to hold private companies accountable, we cannot even invest in that. So where I have some reservoir of hopefulness is both I see developments happening at the state and local level in very small pockets. But for example, the city of San Francisco has a facial recognition ban.
the town of Somerville in Massachusetts. So you have pockets in which local and state governments are trying to do the work that should be the purview of the federal government. But even more hopefulness I find in the civil society organizations, both within the academy and in various communities, that are framing the issues in terms of tech justice and democratic and civic participation in tech, which is very different than just talking about tech ethics and the way that ethics is being mobilized within the private sector. It's mm-hmm. a greater level of accountability and governance that these local and state initiatives are bringing to the fore. And so I find some hope in that, and I find that as a model perhaps for other places that are growing aware, where the public is growing aware, and you might not be able to rely solely on your national government to step in, but there are ways in which local communities and other municipalities can organize and develop policies that can be effective. Yeah, so would you say that that could be the greatest lesson that we here in the Netherlands can learn from the US example, that we shouldn't leave AI, data, privacy in the hands of corporates alone, but we should have an active and a proactive government involved? Absolutely, and the government and also civil society, the issues that we're talking about are too important to leave simply to the technologists, those who have the technical prowess, mm-hmm. and even leave simply as a top-down policy change, because we know from precedent that there are many laws on the books that in practice do not stop discrimination from happening, even old school discrimination, right, before tech. So in the US, for example, we have laws that say you can't discriminate in the housing market. And yet, discrimination in the housing market and employment, it persists. And so not only can't we just leave it to the technologists, we can't just pass a few laws and think that our hands are done. We have mm-hmm. to actually stay engaged as civil society in yeah. this and continue to deliberate. As the technology changes, we might have to change some of our own interventions, but also see this as an ongoing set of relationships. I think what we can learn is that we're not just calling into question specific technologies, AI or whatever the next thing is, but we're really trying to reevaluate what the relationship should be between societies and technology. And so it's a more fundamental questioning of this relationship that mm-hmm. exceeds simply a focus on any one technology. Right. Thank you so very much, Ruha, for your time and for being with us on the program. My pleasure. You have a good day. You too. That was Ruha Benjamin, dames en heren, van Princeton University. We gaan zo meteen een korte pauze inlassen, zodat iedereen even snel een playbezoekje kan doen. Daarvoor wil ik een filmpje laten zien van een spoken word artieste. Ze is een African-American met Ghanese roots. Dat is niet de reden hoor, waarom we haar hebben, waarom we voor dat filmpje hebben gekozen. Haar naam is Joy Adjoa-Wuo-Lamwini. Ze is computerwetenschapper en digital activist aan de Massachusetts Institute of Technology van het Media Lab daar. En ze heeft een prachtige spoken word, 3 minuutjes is het maar, over foto- en beeldherkenning. Ik vond hem zelf heel erg mooi, dus collega's. My heart smiles as I bask in their legacies, knowing their lives have altered many destinies. In her eyes, I see my mother's poise. In her face, I glimpse my auntie's grace. In this case of deja vu, a 19th century question comes into view. In a time when Sojourner Truth asked, ain't I a woman? Today we pose this question to new powers, making bets on artificial intelligence, hope towers. The Amazonians peek through windows blocking deep blues as faces increment scars.
O'Burns, New Urns, collecting data chronicling our past, often forgetting to deal with gender, race, and class. Again, I ask, ain't I a woman? Face by face, the answers seem uncertain. Young and old, proud icons are dismissed. Can machines ever see my queens as I view them? Can machines ever see our grandmothers as we knew them? Ida B. Wells, data science pioneer, hanging facts, stacking stats on the lynching of humanity, teaching truths hidden in data, each entry and omission, a person worthy of respect. Shirley Chisholm, unbought and embossed, the first Black congresswoman, but not the first to be misunderstood by machines well-versed in data-driven mistakes. Michelle Obama, unabashed and unafraid to wear her crown of history, yet her crown seems a mystery to systems unsure of her hair. A wig, a bouffant, a toupee, maybe not. Are there no words for our braids and our locks? Does relaxed hair and sunny skin make Oprah the first lady? Even for her face, well known, some algorithms fault her, echoing sentiments that strong women are men. We laugh, celebrating the successes of our sisters with Serena smiles. No label is worthy of our beauty. Dames en heren, we nemen een korte plaspauze, 10 minuten, en gaan daarna verder met Walter Diele, Senay Gebreyab en Kees Verhoeven. Welkom terug, welkom terug. We gaan snel weer door, want de tijd gaat gewoon erg rap. Dat heb je met goede sprekers en een mooi, interessant onderwerp. Het discriminerende algoritme hebben we het nog steeds over. Nu aangeschoven is Kees Verhoeven, D66 Tweede Kamerlid. Je hebt in je portefeuille onder andere ICT, fintechs, inlichtingendiensten en D66 is ook een van de weinige partijen die zich stevig profileert op dit onderwerp, op algoritme, fintechs, ICT en daar ook wel een heel uitgesproken mening over heeft in relatie tot de andere partijen. We gaan het straks hebben over politieke verantwoordelijkheid, wat kunnen we van de politiek verwachten. Eerst wil ik nog even terug, want dames en heren, wij hopen dat u straks weggaat met een idee van niet alleen wat discriminerende algoritmes zijn en hoe je die kunt voorkomen, maar vooral wat u zelf eraan kunt doen. Wat kunt u vanavond, morgen, deze week zelf doen om discriminerende algoritmen in ieder geval tegen te gaan, daar meer alert op te zijn en anderen er ook alert op te maken. Om die urgentie er een beetje in te houden wil ik eigenlijk nu dit tweede uur beginnen met wat zijn in jouw praktijk, Senay bijvoorbeeld, wat is het ergste voorbeeld van discriminerende algoritme wat jij bent tegengekomen? Niet per se het meest erge, maar wel een erge, niet per se in mijn praktijk, maar in de publieke sector, is wat in de afgelopen tijd in de media veel besproken is, het Siri-systeem in Rotterdam. Dat systeem gebruikt algoritmes om in bepaalde wijken mensen op uitkeringsfraude te detecteren. En dat zijn twee specifieke wijken die er dan uitgelicht worden, waarbij mensen extra geanalyseerd, onderzocht worden. Waarom die wijken?
Welke wijken zijn het? Wie wonen daar? Twee Rotterdamse wijken. Ik woon er, maar niet daar. Ik ben even vergeten welke wijken het waren. Welke wijken het zijn. Achterstands. Het zijn achterstandswijken. Hoe heet dat tegenwoordig? Troost? Zuid. Ja, Zuid. Heel Rotterdam-Zuid. Rotterdam-Zuid. Zit een mevrouw achter, die is in Rotterdam-Zuid. Maar die wijken, die achterstandswijken waar vooral migranten wonen, of mensen met een migratieachtergrond, die worden eruit gelicht. En dat is kwalijk, want je zou maar in die wijk wonen en omdat het een wijk is die eruit gelicht wordt, word je ook een onderdeel van extra onderzoek. En het is over het algemeen zo dat het vooral mensen zijn met problemen met uitkering of met criminaliteit, die in de database zitten van de overheid. Waardoor dus nog meer aandacht wordt besteed aan die mensen, aan die groepen, aan die wijken. En dat creëert een serieuze vorm van bias. Een ander voorbeeld is, wat vorige week op het Nieuwsuur kwam, gemeente Amsterdam heeft scanauto's die overal rijden om kentekens te controleren en dan te checken of iemand een boete open heeft staan of niet. Nieuwsuur had het erover dat de gemeente nu ook nadenkt om dezelfde auto's die een camera boven hebben, die dus ook gezichten kunnen herkennen, om dat te gebruiken voor andere toepassingen, zoals predictive policing, waarbij dan etnisch profileren ook een serieus probleem gaat worden. Dit zijn Amerikaanse toestanden bijna. Toestanden die, ja, die er al zijn en die verergerd kunnen worden. Mm-hmm. Walter. Ja, ik denk als je naar bedrijven kijkt, dat je onderscheid moet maken tussen bedrijven met een businessmodel waar je als klant gewoon betaalt en bedrijven waar je als consument niet betaalt. Want je moet je realiseren, als je een gratis product hebt, Facebook of Gmail of dat soort dingen, als je niet de klant bent, dan ben je het product. Dus alle dingen als die... Als je niet de klant bent, dan ben je het product. Ja. Licht dat even toe. Nou, dan ben je degene die data genereert voor het bedrijf. En dat bedrijf dat kan alleen maar blijven bestaan als het winst maakt met de data die jij ze gegeven hebt. En dan gaan ze dus jouw data gebruiken om dat aan iemand anders te verkopen, zodat die jou zo kan bewerken, of in ieder geval jouw gegevens zo kan bewerken, dat ze daar geld mee kunnen verdienen. Dus je betaalt eigenlijk met je privacy. Daar je betaalt, komt het je in. Betaalt, nou, niet het is alleen gratis, met je, maar niet je alleen met je gegevens. Niet alleen met je privacy, want als ik naar mijn kinderen kijk, ja, ik zet alles, privacy maakt niet uit, ik heb niks te verbergen. Maar het is niet alleen privacy, het is ook modellen bouwen waar je later last van hebt. Want als mijn zoon vervolgens niet naar de universiteit kan waar hij naartoe wil, omdat daar een algoritme getraind is met data die hij ook een beetje aan heeft bijgedragen, waardoor gekeken wordt van welke studenten gaan het redden en welke niet, en dat wordt gebruikt bij de toelating, dan heb je er wel degelijk last van. Dus niet alleen privacy, het is ook dat je biased modellen kan krijgen. Ja. Die vervolgens tegen je gebruikt worden. We hadden het net over, als je geen nieuwe heup meer kan krijgen, omdat het ziekenhuis vindt van, bij jou is de kans laag, alleen maar omdat het zo'n model hebben wat met jouw kenmerken erin zegt, nee, doe maar niet, dan heb je daar toch last van. Dat heeft niks met privacy te maken. Als je in een buurt met veel alcoholisten woont of zo, dat... Ja, in een buurt is nog iets anders, want in een buurt, dat moet je sowieso verbieden wat mij betreft, kenmerken... Wat jij ook zegt, als je kenmerken van anderen in jouw buurt gebruikt die vervolgens wat over jou zeggen, dat is fundamenteel anders dan kenmerken die echt van jou van zijn. Jou. Ja. Maar je hebt gelukkig een heleboel bedrijven die bedoelen het goed. Die gewoon een businessmodel hebben waar we gewoon allemaal willen betalen. Maar daar gebeuren ook ongelukken met AI. En zelf ben ik vervent tegenstander van het gebruiken van AI in HR, dus in personeelszaken. Omdat dat het gebied is. Sorry, dat zei... Wat Ruha net ook al zei. Sorry, ik word voor mijn vrouw krijg ik vanavond op de kop omdat ik aan het mansplainen ben, omdat ik herhaal wat zij zegt. Sorry daarvoor. Maar vaak is het zo dat als een vrouw iets heel verstandigs zegt en een man herhaalt het, dan wordt pas het gehoord door mannen. Dat is ook een bias. Bij jullie. Nou, hij is wel lekker aan het projecteren, hè? Dus ik herhaal het even.
als je een gebied hebt waarbij de data die je hebt, waarmee je de modellen traint, het resultaat is van menselijke beslissingen, dan zitten daar dus alle menselijke vooroordelen zitten daarin. En als je dat gaat automatiseren, dan heb je geautomatiseerde discriminatie. En dat is niet echt heel veel beter dan menselijke discriminatie. En in HR is typisch, ik zeg niet dat het helemaal niet kan, maar bijna alle data in HR is het resultaat van menselijke beslissingen. Dus daar patronen in herkennen, die promoveren tot wet, ik zou het even niet doen. Ik zou eerst even kijken, oké, laten we eerst eens zorgen dat we mannetje, vrouwtje 50-50 in de top krijgen en dat soort dingen. En niet gaan trainen, want dan krijg je blanke oude mannen. Helder. Kees Verhoeven, D66. Ja, nou, ik ben sowieso blij dat ik hier mag zijn om over dit onderwerp te spreken. Want ik ben ongelooflijk blij dat het nu langzaam maar zeker hoger op de agenda komt. Ik vind de voorbeelden die genoemd worden, die geven er ook alle aanleiding toe. Er zijn ongelooflijk veel voorbeelden. Wat een aardige tip is ook voor Junia Eubanks. Die heeft een boek geschreven, Automating Inequality. Ze is vorig jaar in de Tweede Kamer geweest. En zij heeft laten zien dat zelfs als je als beleidsmaker weet dat er een risico is met discriminatie, onterechte uitsluiting, bias bij algoritmes. Zelfs als je dat weet en het dan vervolgens toch gaat inzetten, dan vindt alsnog dat risico gaat daadwerkelijk plaatsvinden. Ze hebben in de zorg, in allerlei zorguitkeringen in de Verenigde Staten hebben ze dit toegepast. En ze waren ervoor gewaarschuwd en toch ging het mis en zag je dat de kwetsbare groepen, dat zijn inderdaad vaak lagere inkomensgroepen, achterstandswijken, Die kregen toch weer vaker via de computer te horen nee. Het wordt op allerlei gebieden gebruikt. Bijvoorbeeld ook bij het toewijzen van woningen zie je steeds vaker dat algoritmes worden ingezet. Nou, jullie kennen waarschijnlijk ook allemaal het Chinese systeem met kredietscores. Ik zeg niet dat we dat volgend jaar nu in Nederland ook gaan krijgen, maar we moeten echt ongelooflijk oppassen dat we niet steeds meer informatie gaan koppelen aan de beslissing over krijgt iemand wel of niet een woning, een toeslag of een verdachtmaking. Dus je ziet het op veel plekken. Ja, en in het bedrijfsleven is het echt al heel lang aan de gang. Social media platforms die bepalen ook op basis van data en algoritmes wat de een te zien krijgt en dus de ander niet. En dat vinden we allemaal heel normaal. Maar je zou dat ook als een vorm van sturing en beperking van autonomie kunnen zien. Dus het gaat absoluut niet alleen over privacy inderdaad. Geheel eens. Ik zeg altijd, privacy was de discussie van 10 jaar geleden. Absoluut nog steeds een probleem. Het gaat nu over beslissingen over mensen en sturing door algoritmes. En nou ja, dat is echt een. Ik denk dat het één van de grote risico's van deze tijd is. En we moeten er absoluut ook als overheid dus wat aan doen. En u kunt zelf er ook heel veel aan doen, maar daar komen we zo. Daar komen we zo nog wel op. Ja. Zijn er intussen vragen of opmerkingen uit de zaal? Ik loop naar u toe. Ja. Mevrouw. Een vraag aan Kees Verhoeven. Bent u het er ook niet mee eens dat er eerst strikte wetgeving moet komen voor AI voordat we verder kunnen gaan met implementeren? Want het gaat supersnel met AI en wetgevingen maken gaan heel erg langzaam. Hoe ziet u dat voor? Ik vind dat je sowieso een aantal vormen van kunstmatige intelligentie nu niet zou moeten toepassen. Bijvoorbeeld gezichtsherkenning vind ik een ongelooflijk duidelijk voorbeeld waarbij een heel groot grijs gebied is van allerlei toepassingen waar een heel groot risico in zit. Daar is geen wetgeving over. Er zijn natuurlijk wel algemene wetten, zoals de AVG, hè, de Europese privacywet. Algemene daarvan, verordening. Ja, gegevensbescherming, absoluut, de GDPR. Hè. Waar daar wordt van gezegd, ja, er zijn dan altijd mensen op mijn timeline op Twitter die zeggen altijd, als ik dan iets zeg, dan gaan zij mij corrigeren op het feit dat ik nog niet helemaal volledig correct ben. En die zeggen, nee, de AVG beschermt mensen al. Voor een deel wel, maar voor een deel ook niet. Het geldt voor Siri, dat is een voorbeeld in Rotterdam. Daar is het gewoon misgegaan. Hebben ze nu stopgezet en ik vind dat een hele goede beslissing. Het leverde namelijk niks op, maar het discrimineerde wel allerlei mensen. Dus ik vind absoluut dat uw vraag was, hè, van zou je bepaalde dingen nog niet moeten doen? Ja, ik vind dat je bepaalde vormen van kunstmatige intelligentie niet moet toepassen. En ik vind dat je sommige algoritmes op bepaalde thema's niet moet loslaten. Virginia Eubanks zei ook in de Tweede Kamer, je zou op de zorg bijvoorbeeld, zo'n belangrijk thema, dat mensen gewoon geld kunnen krijgen voor hun zorg. Als dat alleen maar op basis van een computermodel gebeurt, dan is het risico te groot. Doe dat dus niet. Nou, ik zou daar voorstander van zijn. Verbied het dan totdat er veel beter is nagedacht over de risico's. Nog heel kort.
Er is een ongelooflijke onzichtbare wildgroei bezig. Allerlei, vroeger, wildgroei aan? Aan het gebruik van algoritmes door lagere overheden. Dus het is niet alleen maar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de Belastingdienst. Maar allerlei gemeenten zijn op dit moment aan het experimenteren met algoritmes. Vroeger, als wethouder of als bestuurder, wilde je succesvol zijn door een groot bedrijventerrein of een winkelgebied neer te zetten. 10 jaar later was een groot ICT-project de manier om jezelf als wethouder te profileren. En nu is het een algoritme of een smart city of een ander soort project waarbij je zegt, we moeten onze stad, onze uitvoeringsinstantie mee in de vaart der volkeren. Dus zetten ze ambtenaren aan de slag. Ga met een algoritme kijken of er een verhoogde kans is voor school verlaten, woninginbraak. Nou, noem het allemaal maar op. Zonder dat er goed van tevoren is nagedacht over de risico's waar wij het nu vandaag over hebben. En zonder controle achteraf. Er is geen controle op de uitkomst achteraf door mensen. En daarom vind ik. En dit zijn initiatieven van lagere overheden. Ja, dat wordt helemaal niet gemeld. Er wordt niet tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken gezegd. Wij gaan nu als zijnde stad Amersfoort, Enschede, Zwolle, nu beginnen met het inzetten van algoritmen voor dit beleidsprobleem. Mm-hmm. Dus je krijgt een onzichtbare wildgroei aan algoritmes. Waarvan ik vind dat de kans reëel is dat we over 10 jaar zeggen. Dit hadden we nooit moeten laten gebeuren. Nee. En daarom ben ik blij dat we hier nu over praten. En daarom heeft D66 ook gezegd, overigens inmiddels ook wel bijgevallen door meer partijen hoor, moet ik zeggen. Want anders is het te veel eer voor alleen D66. Dat er een waakhond moet komen, een algoritmeautoriteit die ook echt achteraf kan corrigeren en een besluit kan terugdraaien. Mm-hmm. Senna, jij wilde wat aanvullen. Ja, sta ik aan? Waakhond is heel belangrijk, moet er komen. Waar ik ook voor wil pleiten is dat je algoritmes ook kunt gebruiken om ongelijkheid te detecteren, om ongelijkheid tegen te gaan. Dus wat ik probeer te doen in mijn werk is, hoe kunnen we algoritmes voor ons gebruiken? Ja? Dat is nog niet een ding waarvan ik denk, nou ja, lokale overheden pakken het op, de overheid pakt het niet op. Ze zijn inderdaad bezig met algoritmes voor de smart cities, ze zijn algoritmes voor de et cetera bezig. Maar ongelijkheid als thema nemen en nadenken over hoe kunnen we eigenlijk algoritmes die misschien ongelijkheid hebben voor tegengaan, maar hoe kunnen we een stap verder gaan en algoritmes gebruiken om ongelijkheid in eerste instantie te ontdekken, bloot te leggen en in tweede instantie tegen te gaan. En dat is wel iets waarvan ik denk, daar mag de Nederlandse overheid hoog niveau, op lokaal niveau, veel meer wat aan doen. Ik ben het nou eens. Ja, hier zit een vertegenwoordiger. Ja, zeker. Ik ben het eens, alleen dat gaat te snel. Je moet het is 5 voor 12. Zeker, nee, eens. Alleen, er moet eerst een goed bewustzijn zijn van de mogelijke risico's en het feit dat algoritmes keerzijde hebben. En de volgende, pas dan kun je, denk ik, als overheid de stap maken om op een goede manier algoritmes in te zetten om discriminatie of uitsluiting tegen te gaan. U zijn zei het net heel te laat. Zijn we dan niet al te laat? Walter, nee, ik denk dat we nog net op tijd zijn dan. Wat Kees hier zegt? Okay. Nee. Ik denk dat we om 11:45 dan net. Kees, ik vroeg het Senna en Walter. Zijn we dan niet te laat? Nee, ik denk niet dat we te laat zijn. Want er zijn natuurlijk heel veel doembeelden en voorbeelden van waar het fout gaat. Maar ik kom vooral bij grotere bedrijven met heel veel mensen die het zouden moeten kunnen weten. En we zijn nog niet zo heel ver hoor. En ook als het bij lagere overheden gaat gebeuren. Het zit vaak nog in de experimenteerfase. Het wordt gestuurd vanuit een innovatieafdeling. Het begint net een beetje de gewone mensenwereld in te komen. Ik heb echt niet het gevoel dat we te laat zijn. We moeten er wel mee beginnen, want wetgeving loopt altijd achter de werkelijkheid aan, maar je hoopt niet te lang erachteraan. Het is wel tijd om na te denken wat voor een governance structuur heb je nodig, ja. Maar ook het hele vakgebied is nog zo in ontwikkeling. We zijn echt nog niet te laat om daar een goede governance op te hebben. Meneer? Dat in de businesswereld zijn ze nog niet zo ver. Dus ik als burger, ik begin al te twijfelen bij u. Wantrouwen? Ja, ik wantrouw hem gewoon. Oké, geniet ervan. Ik vind dat de politiek, niet alleen D66 zoals u dat gezegd hebt, dat u nu
Het is al 1:12, dus u moet nu op dit moment, want het gaat om, weer om discriminatie van minderheden en weer absoluut mensen met een andere huidskleur. Ik heb het van de week nog gelezen in de krant, in die TW, dat er namelijk, wat u had, die voorbeeld van die robot, ja, tijdens het oversteken steekt een donker man over en hij wordt aangereden. Ja. Dus ik denk, nou ja. Maar het is, dus, zijn, het is niet even, dus u moet dat krachtig gewoon bij, in de Tweede Kamer hier even gewoon zeggen, zeg luister, we gaan voor om die waakhond, om de wet meer stevig aan, want het kan gewoonweg niet dat we hiermee bezig zijn. Maar zelfrijdende auto's mogen nog niet rijden in Nederland, hè? Dus zelfrijdende auto's mogen nog niet rijden in Nederland, dus we zijn daar nog op tijd mee. Ik ben helemaal met u eens. We moeten daar goede wetgeving voor hebben, zeker als het discriminatie van delen, hè, de discriminatie zoals mensen discrimineren met slechte intenties. Maar voor de wetgeving, een heleboel van de voorbeelden zijn echt nog in de experimentfase en nog niet in de dagelijkse praktijk van ons nu. Dus ik heb echt alle vertrouwen in dat awareness aan de politieke kant. In de weken van Rotterdam en Amsterdam is men al bezig, zoals hij het zegt. En dan ook de politiek. En dan denk ik, nou, bij mij maakt het op dit moment, wat als ik er weg ga, wil ik horen van de politiek eraan gaat doen. Zeg, luister nou, dit gaan we doen. Als ik naar huis ga, kan ik het ook mededelen aan de minderen en ook aan andere mensen die mee last hebben. En dus ik wil met een boodschap weggaan. Ja. Mag ik iets hoopvols zeggen? Zonder daarmee uw zorg te willen bagatelliseren. Hè? Een jaar geleden was dit onderwerp, anderhalf jaar geleden was dit onderwerp totaal nog niet, waren er geen 220 mensen hier naartoe gekomen om over dit onderwerp te spreken. In de politiek is er pas sinds anderhalf jaar discussie over. Ik heb anderhalf jaar geleden voor het eerst een voorstel ingediend over algoritmes en toen keek men mij echt slaperig aan. Van waar heeft hij het nou weer over? Wat bedoelt hij? En dit is totaal onbelangrijk en wat is dit voor rare hobby? We hebben nu anderhalf jaar verder, we hebben drie verschillende moties daarna voorstel nog ingediend. En nu is er een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, ook de VVD, ook CDA, ook GroenLinks, ook Partij van de Arbeid, ook de SP. Echt 6, 7 partijen die allemaal zeiden ja, dit is een reëel probleem en we moeten er nu serieus werk van maken. Dus ik denk dat u in ieder geval naar huis kunt met de gedachte dat dit absoluut niet alleen op de agenda staat, maar dat er nu ook een duidelijke richting is ingeslagen door de Tweede Kamer om hier paal en perk aan te stellen. Senna wilde ook nog... Dus we zijn er serieus mee bezig. Overigens... Ja. Walter heeft ook wel gelijk, het is op heel veel vlakken nog niet zo ver dat je in de dagelijkse praktijk door geraakt wordt. Maar dat punt staat wel te gebeuren, dus we moeten nu ingrijpen. Ik wilde twee dingen kwijt. Eén. Kort, want die dame staat al best lang. Wat ik heel veel tegenkom, ik spreek het laatste twee jaar... heel veel mensen in de publieke sector, gemeentes, overheden, et cetera. Wat ik oppak is het volgende. Ja, er is discriminatie. Of ja, er is risico van discriminatie en ongelijke behandeling. Maar we lossen eerst dit op en vervolgens gaan we dit. In een andere context kan ik dat begrijpen. Maar als het gaat om fundamentele mensenrechten, zou je daar geen ordening in tijd moeten maken. Dan moet je het meteen aanpakken, vooral als er technische oplossingen nu al mogelijk zijn om bijvoorbeeld ongelijkheid in kaart te brengen. Die technische oplossingen, daar hoef je niet eens over na te denken. Je kunt samenwerken met instituten, met universiteiten, met kennisinstellingen die al klaarstaan om daar in zee te gaan met overheden, met gemeentes, om te helpen dit aan te kaarten. Dus het is in mijn ervaring, en misschien is dat niet representatief, maar in mijn ervaring zie ik een hele sterke terughoudendheid daar waar er kansen liggen om dingen nu aan te pakken. En hoe kunnen we die kansen beter benutten? Hoe kunnen we doorpakken? Maak hier werk van. De burger is aan zet.
Dat wilde die mevrouw. Ja, mevrouw is ook. Misschien kan ik er een beetje op inhaken. In die zin, ik hoor jullie spreken over verantwoording achteraf, hè, naar de algoritmes. Maar zoals ik het nu begrijp, zijn die algoritmes is ook een soort van toegepaste wetenschap op een gegeven moment. En als ik met onderzoeken werk, dan is daar een verantwoording vooraf, voordat ik ga interpreteren. En dat ontbreekt nu heel vaak bij algoritmes. Dus hoe zit het met de verantwoording vooraf? Ja, terechte vraag. Mag ik daar iets op? Ja, Kees. Politie hebben altijd gelijk het idee dat ze gelijk gewoon kunnen gaan praten als ze dat een vraag stelt. Dus hou me kort. Er zijn in bepaalde wetenschappen heel veel kaders om te bepalen of je wel of niet een bepaalde test moet toepassen. In de medische wetenschap is het heel gebruikelijk om niet elke mogelijke test uit te voeren. Je kunt bij wijze van spreken vandaag iedereen laten testen op allerlei. Hè. Je kunt iedereen door een scan halen en gaan kijken, heeft iemand dan een bepaalde ziekte of niet? En heel veel mensen die zeggen, ja, dat zou je moeten doen, maar dat heeft heel veel nadelen. En de manier om wel of niet tot het besluit te komen om een bepaalde testmethode, een algoritme is in feite ook zo'n testmethode, om die toe te passen, daar zijn al heel veel verschillende gedachten over in andere vormen van wetenschap. Dus u heeft gelijk, ik zie... Oh, u bent, ja, hallo. Er zijn al heel veel kaders uit andere wetenschappelijke gebieden die je direct zou kunnen gebruiken om ook vooraf te kijken of een algoritme gevalideerd zou moeten worden. Dus er zijn ook zekerlijk mogelijkheden om vooraf meer te doen. Op een gegeven moment wordt zo'n algoritme toegepast en dan zou er ook een verantwoording vooraf moeten zijn dat je zelf je interpretatie nog kunt maken. En dat hoor ik hier niet terug. Er komt zo een collega bij u met de microfoon. Ja. U bent hogeschooldocent, dat hoorden we nog wel. Ja. Ik ben docent op een hogeschool, informatica. En daar wordt dus helemaal geen aandacht aan besteed, aan de ethiek eigenlijk. Dus die studenten kunnen gewoon algoritmes schrijven. En dat gebeurt dus niet. Dus er zijn mogelijkheden om die velden met elkaar te combineren, maar dat gebeurt in de praktijk dus niet. Maar is dat niet ook een deel van uw verantwoordelijkheid als docent? Ja. Want u leidt die studenten op, dus hoe kunt ze dat nu al meegeven? Zeker, ik ben in februari begonnen en we hebben 11 eerstejaarsklassen. Dus u kunt misschien begrijpen dat ik dat natuurlijk wel na vanavond aan mijn klas ga vertellen. Maar die andere 10 klassen, ja, die krijgen misschien niet die boodschap mee. En daar kan ik natuurlijk in mijn eentje wel heel hard mijn best doen. Maar goed, zoals de heer van D66 zegt, gebeurt het in de praktijk dus niet om die wetenschappen te combineren van ethiek. Hmm. Dus ja, ik kan dat in mijn eentje denk ik niet oplossen. Er zijn geen wetten of dingen voor. Daarachter, mevrouw daarachter in het bruin. Ja. Ja, ik had een vraag met betrekking tot de bron eigenlijk voor de bias in algoritmes. Want eerder werd gezegd dat de voornaamste bron de data is, de historische data. Maar ik vroeg me af, kan het ook liggen aan het algoritme zelf of de manier waarop we de bias interpreteren? En eigenlijk voor een vraag daarop volgend, waar ligt de oplossing voor de bias? Is dat dan voornamelijk het pre-processen van onze data, het ophalen van onze data? Moeten we opletten met welke data we wel en niet gaan opslaan en hoe we die data dan vervolgens gebruiken in een algoritme? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Dank u wel. Ik wil graag antwoord op de vraag van die mevrouw voordat we er weer naar... Ja, het wordt een beetje een lang verhaal, dus misschien moeten we de lange versie even laten doen. Maar statistisch gezien is bias is toch iets anders dan wat er in de volksmond onder verstaan wordt. Hè? Of er iets een zuivere schatter is of dat iets discrimineert. Want je kan in een onderzoek op een aantal vlakken kan het misgaan. Je kan de statistiek fout doen natuurlijk, hè, de interne validiteit. Maar je kan de constructvaliditeit verkeerd hebben, dus dat meet je wel wat je denkt dat je wil meten. En vervolgens heb je nog de externe validiteit van je hebt het model gemaakt en mag je dat wel toepassen op waar je het op toepast of heb je het eigenlijk op iets anders gebouwd. En op elk van die drie
dingen kan het fout gaan. Op elk van die drie dingen heb je mitigerende maatregelen en controles nodig om dat goed voor elkaar te krijgen. Nou, ik wilde eigenlijk ook een reactie op de vraag van die mevrouw wat betreft de ethiek. Want je hebt zelf heel lang aan de Amsterdam University College gezeten. Kun jij die mevrouw helpen om meerdere klassen, meerdere groepen studenten mee te krijgen? Ja, ik zie twee studenten van mij daar van een tijd geleden, waar we het ook over bias en algoritmes hebben. Ik weet niet wanneer die begonnen zijn, 2012, 2013? 2012. Dat was in een tijd waarin het nog niet normaal was om te praten in de informatica-setting over bias, discriminatie, ethiek, et cetera. Nu komt het langzaam op. Ik verwijs weer naar de nationale AI-cursus. Voor juniors, voor volwassenen. Er komen steeds meer onderwijsmiddelen om te gebruiken in je eigen onderwijssetting. Maak daar gebruik van. En anders kun je de Civic AI Lab aanschrijven. Dat is een andere mogelijkheid. Daar is Senai ook. Mag ik nog? Ja. Meneer. Ja. Ja, ik heb een vraag over het meer soort van structurele aspect van de problemen die we vandaag bespreken. Want discriminatie klinkt als iets vrij incidenteels. Maar zoals we van heel veel vrouwen, heel veel mensen van kleur die we lezen weten, van Simone de Beauvoir tot Frans Fanon, is dat oppressie toch echt iets heel structureels is en niet iets incidenteels. En bijvoorbeeld als Gloria Wekkert heeft over hoe een cultureel archief meespeelt vandaag de dag en hoe we over bepaalde dingen nadenken en hoe dat resulteert in de structuren die vandaag de dag een rol spelen in onze maatschappij. Vraag me af, in hoeverre heeft dat een effect op AI? En in hoeverre kunnen we dan bijvoorbeeld, waar Walter het had over, meer diverse mensen, of een diversere pool mensen aan tafel zetten om data te gatheren. In hoeverre kan dat de enige oplossing zijn? En in hoeverre is bijvoorbeeld dan binnen rechten blijven, of het bij managers laten, in hoeverre is dat dan de oplossing? Moeten we niet meer ook gaan kijken naar juist de inzichten van postkoloniale, feministische, queer en noem het maar. Naar die inzichten gaan kijken van hoe kunnen we anders gaan nadenken over deze problematiek. Ja. Jij had het eerder al over hoe je het moet borgen in de raden van bestuur. Het allerbelangrijkste waar het mee begint is awareness. Want AI is gereedschap en dat gereedschap wordt bediend door mensen. En wij met z'n allen, inclusief mijzelf, zoek me op Wikipedia, cognitive bias, iets van 170 verschillende soorten waarop wij mensen de werkelijkheid geweld aandoen. Door dingen te zien die er niet zijn, conclusies te trekken die niet logisch zijn, geloven in placebo-effecten, 170 verschillende manieren waarop wij onze eigen hersens ons staande houden. En bewust zijn dat je zelf niet logische beslissingen neemt, dat je daar incomplete informatie bij gebruikt en dat je als mens niet super logisch bent en dus als je als mens computeralgoritmes maakt, dat dat ook niet recht toe recht aan is. Dus voordat je begonnen bent met het onderzoek, snappen dat de scope kiezen. Wat het in het voorgesprek ook even over, misschien heb je het in het nieuws gezien, sickle cell ziekte en thijslijmziekte, was de term even kwijt. Zijn ongeveer even erg verschrikkelijke ziektes, waarbij de sikkelcelziekte veel minder onderzoek naar gedaan wordt dan de thijslijmziekte. Helemaal aan het begin al van, goh, waar gaan we ons onderzoeksgeld nou eens aan besteden en dan kiezen welke onderwerpen het zijn. Ook daar zit al bias en dat zoiets als thijslijmziekte meer voorkomt in de westerse wereld bij blanke mensen, dat daar al bias zit, je bewust van zijn dat we als mensen niet rationele beslissingen neemt, daar begint het bij. Mm-hmm. Yeah. Okay. Nou, heel kort, kijk, wat mij enorm geholpen, sta ik aan, wat mij enorm geholpen heeft, en wat misschien ook wel het beste boek is wat ik ooit gelezen heb,
is Kahneman. Kahneman is een psycholoog, wereldberoemd. Die legt gewoon inderdaad uit hoe ongelooflijk vooringenomen en irrationeel de mens is. En daar spelen algoritmes natuurlijk ook als het ware op in. Er zijn ook mensen die zeggen de mens zelf is een algoritme van biochemische processen en is daardoor volledig stuurbaar. Dat is een theorie die ik verder niet zo interessant vind. Maar de psychologie van de mens is ongelooflijk belangrijk in het begrijpen van de gevolgen van algoritmes. Dus we moeten ook uit de technische hoek alleen. We moeten er ook echt een psychologische, sociologische en filosofische kijk op gaan ontwikkelen. Dat sluit ook een beetje aan op uw vraag in die verbreding. Je moet dus niet. Wat er nu gebeurt is dat een aantal engineers, die bepalen voor een heel groot deel welke sturingsinstrumenten er op grote schaal worden ingezet op mensen. En er wordt dus helemaal niet nagedacht over de maatschappelijke consequenties en de wenselijkheid ervan. En daarom moet je ook veel meer naar de psychologie van de mens kijken. En niet alleen maar naar de techniek en het algoritme en de data en de statistiek. Dus dat is een oproep van mij zijn. Iedereen kan dus een belangrijke bijdrage leveren. En het is niet alleen maar een groep technici die met dit onderwerp bezig moet zijn. Ik heb zelf geen technische opleiding gedaan. Ik heb nooit, ik kan niet programmeren, ik kan niet coderen. Ik kan eigenlijk niks, dus ben ik politicus. En dat is op zich ook helemaal niet erg, want dan kan ik in ieder geval wel nadenken over de maatschappelijke impact van bepaalde ontwikkelingen. En daar moet dan door iedereen, en dat kan dus ook iedereen doen. Wat kun je zelf doen? Ja. Je kunt dus zelf een hele belangrijke bijdrage leveren door goed na te denken over dit probleem. En Daniel Kahneman lezen. Dat is, vind ik wel echt. Begin daarna gewoon mee. Ja. En dan 10 leerboeken over AI. Maar eerst psychologie van de mens. Goed. Nee. Maar wel Kahneman dus. Maar dan zal ik Frans van Goeie tip van, goeie tip van die meneer, Frans van Noon lezen. We zijn helaas, dit is een ontzettend leuk gesprek, maar we zijn helaas bijna door de tijd heen. Ik wil nog wel tips meegeven aan mensen in de zaal. Wat kunt u doen vandaag, morgen, deze week, dit jaar enzovoort? 3 tot 5 tips, alsjeblieft, per persoon. Senna, mag ik bij jou beginnen? Ja, ik heb er 3, maar ik maak er 4 van. 4 is een reactie op Kees Hoeven. Eerste, als burger verdiep je in AI. Verdiep je in AI. Neem zo'n summer, een nationale AI-cursus of andere middelen. Daar begint het mee. Dat is zo ontzettend belangrijk. 2 is meer een tip aan de techbedrijven, andere bedrijven. Maak werk van diversiteit, ontwikkel en pas AI toe in een diverse, inclusieve context. Anders blijf je hangen in biases zullen we altijd hebben, maar je kunt wel biases minimaliseren daar waar het nodig is door diversiteit. 3, aan de overheid. Gebruik AI om ongelijkheid bloot te leggen en aan te pakken. Dat kan ook. Dat is een positieve, dat is een kans die AI ons biedt. 4, trek de mens en de psyche van de mens niet los van de technologie. Gebruik de technologie als een digitale spiegel van de psyche van de mens. Want mens en technologie staan niet uit elkaar. Dit is AI geeft ons een hele nieuwe kans om naar onszelf te kijken als maatschappij. Wat wij fout doen, de grochten van het internet, is niet iets daar. Dat is iets wat in ons hoofd zit. Dat komt eruit. We krijgen de middelen om nu te kijken in deze psyche. Dus ik zou zeggen, trek ze niet los. Leer van elkaar. Je kunt ze wel apart bestuderen, maar er is een relatie. En daarom geloof ik ook in AI. Als een middel om verder te komen. Als een middel om via onder andere discriminatoire algoritmes onze oncomfortabele positie, situatie, handelingen, gedrag te verbeteren. In plaats van te zeggen, dat is een robot, dat is een technologie. Zij discrimineren, wij niet. Dat is jezelf misleiden. Walter. Tip 1, delete je Facebook-account. Wie heeft hier allemaal Facebook? Ja. Nou, kom maar met die handjes. Er zijn er echt wel wat meer. Ik heb een grote groep econometriste vriendjes van vroeger. Geen van hen heeft een Facebook-account. Als je zoveel data geeft aan een bedrijf en het is allemaal gratis, dan weet je, dat gaan ze ergens mee gebruiken. En ook al zouden ze het zelf niet per se doen, dan is er wel een klant van hun die daar dingen mee doet die je niet zou willen. Zeg je Gmail-account op en
koop iets, hè, zorg ervoor dat je de klant bent en niet het product. Dus neem een e-mailaccount bij een bedrijf waar je voor betaalt. Anders wordt je e-mail gelezen en voor je het weet sta je bij de grens ergens. Kom je er niet in omdat ze weten wat je allemaal gemaild hebt. ja, of nog veel erger hoor, maar goed. En wees je bewust van je eigen bias. Hè, modellen gaan alleen maar discrimineren als ze getraind worden met data die het resultaat is van gebiaste beslissingen. Mensen hebben nu eenmaal bias, anders kon je niet, leven. Maar wees je bewust van dat je zelf bias hebt. Sta even stil bij de automatische beslissingen die je neemt. Met de mensen die je aanneemt, met de collega's die je opzoekt, met de mensen die je promotie geeft. Denk even, wacht even, naar welk mentaal plaatje van hoe ziet iemand eruit, moet hij aan voldoen. En kijk eens of dat nog wel, deugt. Ja? En doe veel aan voorlichting. Elke kans om te praten over AI onder niet-techneuten, grijp het aan. Het is echt de tijd om de AI-kennis buiten de groep van de data scientists te krijgen. Dankjewel, Walter. Kees, we hebben al Kahneman en Frans Fanon. Nog drie. Ja. Nou, allereerst databesef. Hè? Dus besef elke dag dat je overal op allerlei verschillende manieren data over jezelf achterlaat. En bedenk je of je dat wil. En dan kom je inderdaad bij dit soort concrete ideeën. Ik heb ook een half jaar geleden mijn Facebook-account opgezegd. Echt hierom. Omdat ik echt het idee heb dat er sommige bedrijven zijn die te veel van weten. Dus wees, dat geldt ook voor bepaalde overheden. Er zijn zoveel momenten dat er iets van je gevraagd wordt. Bij elke transactie wordt er veel te veel data van je gevraagd. Die helemaal niet relevant is voor die transactie. Dat doen overheden, doen bedrijven. Dus het eerste is databesef. Heb gewoon een voortdurend databesef. Het tweede is, laat je stem gelden. En dan bedoel ik niet alleen maar je politieke stem. Nee. Nou, dit is dus die vooringenomenheid waar we zo op stuk lopen. Mijn bias. En, deze politicus zal zichzelf al gaan aanprijzen. Dat is de bias. Niet geheel onterecht, maar in dit geval zijn het al die andere politici die zorgen voor het beeld over mij. Laat je stem horen. En dat wil zeggen dat als je een keer in een situatie komt dat jij door een bepaald algoritme benadeeld wordt, ga het dan aanvechten. Maak duidelijk dat je dat niet. Kom er tegen in het geweer. Maak duidelijk dat het een voorbeeld is, een geval is waar we het vandaag in hypothese zin over gehad hebben. Want ik wil ook heel graag dat mensen die te horen krijgen, u krijgt dit niet, want de computer heeft besloten. Dat er dan uiteindelijk iemand zegt van we gaan dit besluit toetsen, we gaan het misschien wel corrigeren, we gaan het uitlegbaar maken, we gaan het terugdraaien. Dus mensen zullen zelf voorbeelden in de bekendheid moeten krijgen, anders blijft het te veel een hypothetische discussie. Daar kunt u alle, als u het een keer meemaakt, bijvoorbeeld stel dat je een woning niet krijgt toegewezen, stel dat je een bepaalde uitkering, stel dat je verdacht wordt van een bepaalde fraude, kom in verzet, zou ik bijna willen zeggen, door aan te vragen waarom dat gezegd wordt. Mm-hmm. En het derde is, en dat is meer algemeen, dus niet alleen u als persoon, maar dat zeg ik tegen ons allemaal, op de rem trappen soms toch. We hebben te lang bij allerlei vormen van technologie gedacht, als het kan, dan moeten we het ook maar doen. Dat is de hele Silicon Valley gedachte. Alles wat mogelijk is, zijn we gaan doen. Dat is niet goed. Je moet bij technologie niet denken of iets kan, maar je moet nadenken of het menselijk wenselijk is. En die vraag stellen we te weinig. En als iets niet menselijk wenselijk is, dan moeten we het dus gewoon niet doen. Ook al kan het wel. Dat is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dus die drie dingen zou ik nog mee willen geven. Dankjewel. Chris. En dan zal ik het stemadvies bewaren voor na de borrel. Of tijdens de borrel. Dankjewel. Ik vond het ontzettend leuk en interessant om jullie alle drie te horen. En wij danken natuurlijk ook Ruha Benjamin in Princeton, die inmiddels offline is. en terecht. En verder Senai Gebria. Althans, offline, want ze verstaat ons niet. Dat is... Senna Gebriab, Walter Diele, Kees Verhoeven. Hartelijk dank. Hey, ja.